In deze les gaan we uitleggen hoe de specifieke rijdeninstructies gemaakt zijn om de robot of de BrainBox AVR te laten rijden of motortjes te laten aansturen. Specifiek voor de BrainBox robot is een rijdeninstructie gemaakt en diezelfde rijdeninstructie ziet u ook terugkomen in de BrainBox AVR. Bij de BrainBox robot weten we op voorhand aan welke pins de motoren hangen, dus deze instructie kan op die manier voorgeschreven zijn. We nemen de instructie rijden en plaatsen die mee in het programma. Een Arduino-programma begint altijd met een herhaalinstructie. Een microcontroller kan nooit niets doen. Moet altijd weten wat de volgende stap is die hij moet doen. Daarom is er hier een herhaalinstructie die alle instructies die hiertussen staan zal uitvoeren en die dan terug van boven zal beginnen bij de eerste instructie. Daar moet je rekening mee houden. We gebruiken hier een rijdeninstructie. En hiermee kunnen we de snelheid van het linkse motortje en de snelheid van het rechtse motortje afzonderlijk bepalen. Een negatief getal is een snelheid achteruit en een positief getal is een snelheid vooruit. De grenzen zijn -255 en +255. Hier gaan we bijvoorbeeld het motortje eens recht vooruit laten rijden, of het robotje eens recht vooruit laten rijden, en we zetten beide wielen even snel vooruit op 200. Nu, we willen dit een bepaalde tijd doen en dan willen we het robotje laten stoppen. Hoe doen we dat? Dat doen we door hier een delay bij tussen te zetten. En met die delay bepalen we hoe lang die instructie moet uitgevoerd worden. En we gaan die delay met aantal milliseconden bepalen. Je moet weten dat in 1 seconde 1000 milliseconden staan. Dus dit is een delay van 1 seconde eigenlijk. Willen we hier 2 seconden van maken, dan moeten we hier 2000 invullen. En nu krijgen we de instructie om 2 seconden vooruit te rijden. Willen we de robot daarna iets anders laten doen, bijvoorbeeld stoppen, dan nemen we terug, en dan kunnen we hier via een kopieerinstructie doen, gebruiken we deze blokjes terug, en dan gaan we hier allebei op 0 zetten. 0 betekent dat beide motoren zullen gestopt zijn. En ook dit gaan we 2 seconden doen. Dit programma zal uiteindelijk als resultaat hebben dat het robotje 2 seconden recht vooruit rijdt, en dan 2 seconden zal stoppen. Maar met deze herhaalinstructie, dat zorgt ervoor dat we terug bij de eerste instructie beginnen, na die 4 seconden, en dat we terug 2 seconden vooruit, 2 seconden stoppen, 2 seconden vooruit, 2 seconden stoppen, 2 seconden vooruit, 2 seconden stoppen, en dit blijft eeuwig doorduren. Willen we nu iets anders gaan doen, bijvoorbeeld het robotje in een vierkant laten rijden? Dat zouden we kunnen doen door hier als tweede instructie het wieltje, het linkse wieltje op -100 te zetten en het rechtse wieltje op +100 te zetten. Wat gaat er nu gebeuren? Het robotje gaat gedurende 2 seconden recht vooruit rijden en dan gedurende, hier 500 milliseconden, gaat het robotje het linkse wiel achteruit laten draaien en het rechtse wiel vooruit laten draaien. Niet te snel, dat het niet te grof is de reactie, maar dit moet je dus even proefondervindelijk uittesten of een halve seconde met -100 en +100, of dat ongeveer een hoek van 90 graden is. Wat gaat er nu gebeuren? Het robotje gaat recht vooruit rijden gedurende 2 seconden en dan gedurende een halve seconde naar links draaien. En dan terug recht vooruit, halve seconde naar links, recht vooruit, halve seconde naar links. Als die halve seconde met deze snelheid naar links ongeveer een hoek van 90 graden is, dan zal dat robotje eeuwig in ongeveer een vierkant blijven rijden. Nu willen we dat robotje stoppen bijvoorbeeld na een aantal keer, dan kunnen we dat doen door het robotje een instructie te geven of door het programma daarin te laten draaien dat het moet stoppen, want het mag nooit terug opnieuw beginnen. Hoe doen we dat? Dan nemen we een controlestructuur en dan zeggen we bijvoorbeeld, als een bepaalde voorwaarde waar is, dan moet je dit uitvoeren. Of zolang een bepaalde voorwaarde waar is, moet je die instructies uitvoeren. Het zijn verschillende instructies die we daarvoor kunnen gaan gebruiken. Ik neem nu even deze. Als deze instructie hier waar is, dus daar kunnen we een voorwaarde aan koppelen, of ik kan ook meteen gewoon zeggen van waar. Dus dan is dit waar en dan zal eeuwig ten tijde zullen die instructies hierachter worden uitgevoerd. En welke instructie zullen we daar zetten? We gaan naar de instructie zetten, allebei 0. Stop. Wat gaat het robotje nu doen? Het robotje zal nu vooruit rijden gedurende 2 seconden, dan een bocht naar links maken
en dan stoppen en niks meer doen. Wat we eigenlijk willen, is dat het robotje deze instructies 4 maal uitvoert. En wat gaan we daarvoor gebruiken? Ook weer een controlstructuur. Een controlstructuur herhaal een aantal keer. Ik zet hier even naast. Ik kleef deze instructies hierin. Ik zeg eerst dat die instructies hiertussen 4 maal moeten uitgevoerd worden. Daarna neemt de microcontroller de volgende instructies op in zich op. En die volgende instructies is, zolang die voorwaarde waar is, en dat is dus altijd zo, want hier staat het woordje waar, dan moet beide wielen stoppen. En daar zal die eeuwig in blijven hangen, het programma. Dan zal het motortje stoppen of het robotje stoppen. In de les over de motortjes heb je gezien dat zo'n motortje niet alleen bestaat uit een motortje, maar ook uit tandwielen en dergelijke. Hier kan je getallen gaan invullen tussen 0 of tussen min 255 en plus 255, waar 0 eigenlijk de traagste snelheid zou betekenen. In principe kan je hier het getal 10 bijvoorbeeld naar een motortje gaan sturen, maar dat zal echter geen effect hebben op het motortje, omdat 10 een te kleine waarde is om die tandwielen al in beweging te krijgen. Daarom houden we er rekening met dat we eigenlijk ongeveer een waarde van 70 of 80 nodig hebben om een wieltje of om een motortje te laten draaien. Hou daar rekening mee. Zo, dit was een inleiding op het aansturen van motoren met Arduplok en met onze rijdeninstructies. Ik stel voor dat jullie nu aan de opgaven beginnen die bij deze les bijhoren.